En op de herdenking vanochtend was ook regisseur Stijn Konings aanwezig. Hij werkt aan een film over de bende van Nijvel. Op dit moment legt hij de laatste hand aan het scenario en hij hoopt dat de film in 2017 uitkomt. 5 jaar geleden heeft slachtoffer David van de Steen de regisseur benaderd met de vraag of hij zijn verhaal wou verfilmen. Sindsdien heeft Konings zich vastgebeten in het verhaal en volgt hij alle nieuwe ontwikkelingen. Je gaat dat verhaal verder volgen. Het gaat ook nog altijd verder eigenlijk. En, maar het is iets wat... het is geen vrijblijvend iets. Hè. En ik ga ook niet zomaar een pif poef paf filmpje maken. Het is zeer complex. En ik vind een dag gelijk vandaag, ik was hier vorig jaar ook, denk ik dat voor al de slachtoffers belangrijk is. En ik denk dat ook het feit dat het niet verjaard is, gelukkig maar, dat dat een zeer goede en belangrijke zaak is.